De wedstrijd, fans van PSV en Manchester United tellen de uren af voor de Champions League-wedstrijd vanavond in het Philips Stadion in Eindhoven. En dat deden ze vanmiddag samen in het centrum van de stad. Ruim 1500 Britse fans zijn naar Eindhoven gekomen om het team van Louis van Gaal vanavond te steunen. De meesten vonden al snel een plek op een van de terrassen in het centrum van de stad. De sfeer zat er de hele middag goed in. De fans vermaakten zich vooral met het zingen van hun favoriete clubliederen. Over een kleine 2 uur maakt PSV na 8 jaar zijn rentree dus in de Champions League. Bij het Philips Stadion staat verslaggever Paul Post. Paul, hoe is de sfeer daar bij het stadion? Ja, de sfeer is fantastisch. Alles en iedereen bij PSV heeft er 7 jaar op moeten wachten. En nu is het dan eindelijk weer zover. Het is aftellen naar het droomaffiche PSV Manchester United. Een tegenstander met Louis van Gaal, Memphis Depay en de uitstraling van een echte wereldclub. Kortom, PSV weet dat ze weer bij het miljoenenbal aanwezig zijn. Dat ze weer in de Champions League aanwezig zijn. En vol verwachting kloppen hier alle voetbalharten. Dank je, Paul. Ik kom zo nog even bij je terug. Nu snel door naar verslaggever Ronald Streter. Die is in het centrum van Eindhoven. Ronald, jij bent daar al de hele dag. Hoe is de sfeer daar? Nou, ik kan zeggen dat de sfeer goed is hier in het centrum van Eindhoven. De fans van Manchester United hebben eigenlijk de hele binnenstad overgenomen. Veel vlaggen, een hoop gezang. Ja, er zijn er ongeveer 1500, 1600, schat ik, hier in de binnenstad van Eindhoven. En die staan gewoon tussen de PSV'ers. Er wordt heel veel gedronken, dat moet ik wel zeggen. Maar voorlopig gaat het allemaal goed. Ja, eigenlijk kan ik wel zeggen, het is gewoon gezellig. He's the greatest centre forward about the world. Very nice, very thank nice. You. We think it's a lot better than Amsterdam. Yes. Because the people are friendly. Or... Going on up for the spinning sky. Turns to nowhere and die. When I die and the ladies to rest. We're going to go to the press with Georgie Best. Georgie Best. Zolang het rustig blijft, gezellig toch? Dat zal toch wel zeker? Dank het wel. I think 4-1, Memphis Depay to score the first goal. Just get things going. Yeah. I don't know what you klopt niks van, hè, wat hij zegt. 2-1 voor PSV. Oh, when you play Ajax, yes, but when you play Manchester. Over no, two of weeks, course not. Over 2 weeks Ajax, and then we win also. I hope so, but not against Manchester tonight. No? No, I don't think so. It who knows? Football. The ball is round. Well, I'm going to get a ticket. I'll keep looking. Keep going. Are there many fans without a ticket from Manchester? No, actually, I'm the only one who's looking for a ticket, I think. Manchester! La, la, la. Manchester! La, la, la. Ja, Ronald, dat ziet er allemaal gewoon heel gemoedelijk en kijkgezellig uit. Er zijn dus helemaal geen incidenten geweest. Nee, er zijn nog geen incidenten gebeurd, gelukkig. Er is ook veel politie, dus laten we hopen dat het zo blijft. Dankjewel, Ronald. Dan nog even terug naar het PSV-stadion. Paul Post. Paul, veel voorspellingen zijn er natuurlijk al gedaan over de uitslag. Wat denk jij dat het wordt? Nou, PSV hult zich een beetje in de underdog-positie. Laat Manchester United spel maken. Manchester United moet winnen. Elk resultaat van PSV is meegenomen. En daarom denk ik zo'n aftrap van de Champions League. Een gelijkspel 1-1, 0-0. Manchester United tevreden, PSV tevreden. Paul Post, dankjewel. We houden vanavond ook een live blog bij rond de wedstrijd. Vanaf 8:30 te volgen via omroepbrabant.nl en via de apps.